Kunnen horen waarom Alfred graag zijn moeder een bloemetje aan zou willen bieden. Het is een moeilijk bloemetje, Alfred, omdat je moeder ziek is. Nou, we hebben echt een mooie bos ervan gemaakt en we zijn bij haar langs gegaan daarmee. Zullen we gaan kijken samen? Graag. Okay. Mevrouw Snippen, hebben we u toch gevonden, hè? Ja. Ik ben een beetje ziek. Een bos prachtige bloemen voor u. Nou, prachtig. Van het programma Het Spijt Me. Het Spijt Me. Ja. Er is iemand die zijn spijt wil betuigen aan u. Wie zou dat kunnen zijn? Nou, maar één. Nou? Mijn zoon. Alfred, hè? Ja. Hoe weet u dat zo goed? Nou, omdat hij mij veel aangedaan heeft. Hij was gokverslaafd, hè? Ja, hij is hij nog wel, denk ik. Ja, dat denkt u wel? Dat vond u heel Maar ik hoop dat hij goed zijn best doet om eraf te komen. Ja. Hij zegt op het ogenblik dat hij eraf is. Ja, en het is moeilijk te geloven, hè? Ziet u hem nog vaak? Nou, hij komt wel. Hij is zondag nog wel even geweest, maar nee, dat echt. Gaat al niet zo prettig, hè? Want, nee. Hij heeft u erg veel verdriet gedaan, hè, de afgelopen jaren. Ja. En toch woonde hij wel bij u, hè, te lang. Ja, ik verzorgde hem ook helemaal, hè, kleren kopen, want daar had hij geen geld voor, of eten. Ja. Of mijn moeder deed het, toen ik ziek werd. Is het een lastige zoon? Nee, is helemaal niet lastig, alleen het gokken, hè. Ja. Hij zegt dat hij daar spijt van heeft, echte spijt, dat hij het niet meer doet. Dat zegt hij, maar gelooft u dat ook? Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Ja. Hij heeft vaak ruzie met u gemaakt ook, hè? Ook heel vaak. Ja. Hoe komt dat dan toch, zo'n rare verhouding? Ja, dat komt door het gokken, hè. Als je altijd achter een jongen van 25 jaar aan moet. Mm. Dat valt niet mee en ik heb zelf longkanker. Mm-hmm. U lag in het ziekenhuis de afgelopen tijd. Ik heb 4 maanden in het ziekenhuis gelegen en maandag moet ik weer. Nou toch. En daar is hij ook geweest? En daar is hij ook geweest, ja. En heeft hij daar ruzie gemaakt? Ja, daar heeft hij ruzie met mij gemaakt, maar dat vertel ik liever niet. Nee. Wat hij daar tegen mij gezegd heeft. Nare dingen in elk geval. Ja. Dat heeft u zich erg aangetrokken. Ja, verschrikkelijk. Natuurlijk. Maar hij zegt van, ja, ik heb er zo'n spijt van. Zou u hem kunnen vergeven? Zeker wel. Het is mijn kind toch? Ja. Maar ja, hij moet beter zijn best doen, hè? Ja. Nee, maar ja, als hij dan weer komt, dan denk ik van, nou, maar weer een bord eten. Ja. Of, maar weer wat nieuws aan. Nieuwe broek of een nieuwe schoen. Wat zou u nou, als hij nou zijn leven echt betert, hè? Wat hij zegt dat hij doet, wat zou u dan zeggen tegen hem? Nou, gelukkig kan hij mij niet maken. Want hij vindt het toch naar dat u ziek bent, hoe erg. Want hij was mijn trots altijd, als baby ervan, hij was mijn alles. Zeg die maar eens wat tegen Alfred. Nou, Alfred, daar vind ik geweldig mooi van, hoor, nou, niet de dag. En ik hoop en ik wens dat hij van dat gok me afgaat. Dan ben ik trots op hoe. En laten we de rest maar vergeten wat je gezegd hebt in mij. Dan zal ik vergeven. En vergeten. Proberen. Goh. Luister, ik begrijp dat je moeder niet hier kan komen. Omdat ze ziek is. Hè? Ja. Maar we kunnen er wel bellen. Zullen we dat samen doen? Met Peter. Het is zo alleen met die bank. Nou. Dag, goedenavond. U spreekt met Koning Tense. Met Tineke. Dag, met mevrouw Snippen. Ja hoor. Dag, ik zit hier naast Alfred, uw zoon, op de bank. Hij heeft het filmpje van u net gezien en ik wil hem heel graag even aan u geven. Ja, is goed. Ja? Hallo? Hallo. Maar. Nou, wat vond je van het filmpje? Ik vond hem hartstikke mooi. Oh. Ik hou echt van je. En ik hoop dat ik je zo overtuigd heb dat ik van het gokken af ben. Ik zou van mijn leven lang niet meer zo'n knop van zo'n rotkast aanraken. Dat beloof ik je. Ja, dat beloof ik. En bedankt voor dat doen, hè? Graag gedaan. Prachtig. Is goed. En doe maar goed je best. Jo. Oké? Okay? Jo. Nou, tot ziens. Tot ziens. Doei. Ik ga de voorlaatst niet van je moeder. Oké? Gaat een beetje mis. Ja? Heel bedankt voor alles. Goed scheet.
erg moeilijk om van de hak op de tak en van de ene persoon naar de andere persoon te gaan. Maar zo gaat dat hier. Rob de Nijs, een van de meest populaire artiesten, stond middenin een hele hechte vriendschap van twee hartsvriendinnen. Hoe? Dat hoort u nu van Lilian de Raad uit Utrecht. Ga zitten. Ja. Lilian, jij hebt iets goed te maken. Ja, dat klopt. Met wie? Met Suzanne. Met Suzanne. Ja. Wie is Suzanne? Suzanne is een vriendin van mij met wie ik samen de opleiding heb gedaan voor ziekenverzorgende. Ja. En we hebben de laatste keer ruzie gehad aan de telefoon. En ja, zo hebben we eigenlijk opgehangen, eigenlijk nooit meer contact gehad daarna. Wel gezien, maar... Maar wat werd er allemaal gezegd dan in dat telefoontje? Nou, ik zou kaartjes regelen voor op het Nijs. Ja. En daar was ik dus niet nagekomen. En dat was wel vaker gebeurd. Oh, dus het was niet de eerste keer? Nee, het was niet de eerste keer. En toen op een gegeven moment was ik toch nog aan kaartjes gekomen. Toen belde ik Suzanne op van ik heb wel kaartjes kunnen krijgen op het laatste moment nog. Ja. Ja, en toen is zij logisch best wel boos geworden. Wat was het laatste moment? Een week of twee dagen of een dag of een uur van tevoren? Een uur van tevoren. Nee. Ja. Dus twee keer was je niet nagekomen. Ja. En toen had je eindelijk kaart en het was een uur van tevoren. En toen vond jij het gek dat ze niet met je meeging meer. Nou ja, eigenlijk niet gek, maar... Nee. Ja. En toen was er een fikse scheldpartij aan de telefoon. Ja, nou niet echt een scheldpartij, maar ja, het is eigenlijk op een gegeven moment allebei de oren ingelegd en nooit meer contact gehad. Nee. We zijn met een bos bloemen naar Suzanne getogen. Zullen we gaan kijken? Ja. Dag. Hallo. Zijn we bij Suzanne's Vuursteen? Ja. Komt een beetje dichterbij als u wilt. We hebben een bloemetje voor u. Van het programma Het Spijt Me. Alsjeblieft. Dank u wel. Het is een televisieprogramma. Ja. Dat komt van iemand die er een spijt van heeft. Ten opzichte van u. Oh. En wie zou dat nou kunnen zijn? Ik zou het niet weten. Probeer eens. God, ik zeg iets. Het zijn mooie bloemen toch? Ja, dat zijn prachtige bloemen, ja. Ja. Nee, dat zou ik echt niet weten. Nee? Nee. Het is vreselijk dit. Waarom? Het is geen helemaal een zij. Een zij heeft spijt. Zij. Familie of vrienden? Of... Vrienden geweest. Ja, ik heb absoluut geen idee van. Nee. Heeft u nooit ruzie gehad met iemand? Ja, jawel, dat zou wel, ja. Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee. Nee? Ik ben de fan van Rob de Nijs, hè? Ja, 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 dat klopt. Ja. En ik ging samen met haar, het is een haar, naar Rob de Nijs wel eens. Is het soms een tasje? Nee. Heeft u daar ook ruzie mee? Nee, dat is eens. Zegt de naam Lilian nu wat? Oh, Lilian! Ja. Ja, dat zegt me wel wat, ja. Ja. Heb je ruzie mee gekregen? Ja, jaren geleden, ja. Ja. Waarom? Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, wat is uit de hand? Een beetje uit elkaar gegroeid, denk ik meer. Ja. Ze hadden aan zijn eigen leven geleiden. En, ja. Zij zegt dat het lag aan... Dat ze kaartjes kocht voor een concert met Rob de Nijs. Ja, dat klopt. We hebben ongeveer een poging of 3-4 ondernomen om naar Rob de Nijs te gaan. Het is nooit gelukt. En het is nooit gelukt. Iedere keer misgelopen. Ja. En toen ik een keer aanvond en ja, dat klopt. Want vroeger was je goede maatjes, hè? Ja. We wonen samen, de zusterplek, dat klopt. Ja. In het ziekenhuis. Zag u elkaar vaak? Ja, ook dat. Heeft u nog iets te zeggen aan Lilian? Nou, dat ze van harte welkom is. Hartstikke leuk zou vinden als ze weer eens langskwam of belde of weer contact opnam. En dat ik dit echt te gek vind. Ja. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Nou, heel erg leuk. Ja. En? Leuke reactie? Ja, heel leuk. Het lijkt me een enige meid. Ja, het is een schat, het is echt waar. Echt een schat. Ja. Zal ik roepen? Is er? Ja, ze is er. Suzanne, kom je? Ja.
zitten. Goh, wat zei je nou toen jullie elkaar begroeten? Idioot. Idioot, ja, zoiets had ik al verwacht. Raar mens. Maar dat is toch leuk, ja, hè? Ja, ja, het is maar, heel leuk, ja. Ja. Nooit meer samen naar Rob ten IJs. Hoe voelt dat nu even weer naast elkaar zitten alsof het gisteren was? Hoe lang is het geleden officieel? Ja, ruim 3 jaar geleden, denk ik, hè? 3 jaar? Ja, ja. Wat ja. Zonde. Ja. Denken jullie dat jullie nu snel een afspraak samen kunnen maken om naar Rob ten IJs te gaan? Nou, we doen weer een poging. Weer een poging. We doen weer een poging. Weet je wat wij hebben gedaan? Wij hebben namelijk een poging voor jullie gedaan, want hij is hier, Rob ten IJs! Wat jullie niet snappen is natuurlijk weer dat er vriendjes zijn en een beetje meer. Vriendjes en soms een klein beetje meer. Soms een heel klein beetje meer. Mama, 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 mama. En een beetje meer. En een beetje meer. En een beetje meer. Oh, nou, en een beetje, 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 een beetje. En een beetje van dat, en een beetje van dat, en een beetje van zus, en een beetje van, en een beetje meer.